Hey, tof dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn kanaal Plant Based Balance. En vandaag staan we in de keuken voor de eerste aflevering van de Cook-Off. Met vandaag ik, deze boy, tegen... Hoi allemaal, mijn naam is Jessica van het kanaal Vegan Fitty. En vandaag ga ik met Casper de strijd aan wie de beste bloemkoolcurry kan maken. We gaan samen hetzelfde gerecht maken. En om precies 6 uur feestnamen wij samen en kijken we wie het lekkerste, beste gerecht op tafel heeft getoverd met hetzelfde recept. En de winnaar, dat bepaalt jullie. Dus ik zou zeggen, Jetske, game on, let's cook. We gaan een super lekkere bloemkoolcurry maken. Maar waarom hebben we daarvoor gekozen? Het is redelijk snel te maken. Het is in 1 pan. En er zitten alle benodigde vitamine en mineralen in die je kan helpen om je immuunsysteem een beetje te boosten in deze tijden van het coronavirus en isolatie. Plus dat de smaak, het zijn warme smaken, het is een lekkere, rijke maaltijd. Dus dat doet ook goed zeg maar, voor onze maag om dat te eten. En ik zal je even door de ingrediënten loodsen. En de graan of de rijst erbij kun je zelf kiezen. Ik heb gekozen voor de zilvervliesrijst met sorghum. Er zitten veel vezels in en ook mineralen waar ik dadelijk op terugkom. En ik heb geen idee wat Jessica verder heeft gekozen. Dat zien we strakjes. Dus ik zou zeggen, we gaan langzaam beginnen. Alright, voordat we natuurlijk gaan beginnen ga ik even Jessica bellen. En eens even kijken hoe ver zij is. Of ze klaar is om te beginnen. En of ze er een beetje zin in heeft. Hallo. Hallo. Je bent er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik was net de laatste ingrediënten uit de koelkast aan het halen. Oké, we hebben een half uurtje hè? 6 uur is de deadline. Ja. Okay. Ja, het is heel leuk, want het zijn allemaal in cups. Ja, dankjewel hè. Ja, dat ga ik natuurlijk helemaal volgen. Je bent bekend voor het volgen van de recepten, ja. Nou, uit. Dan gaan we de timer starten en dan gaan we beginnen denk ik. Wij bellen over een half uur en dan kijken we hoe gehavend we eruit zien en hoe ons gerecht eruit ziet. Ja, het wordt ernstig. Oké. Okay. Ik bedoel, het gaat gewoon goed komen. Oké, ja. Goed vertrouwen. Hou ook van. Nou, succes. Alright, jij ook. Doei. Doei. Let's go. Ik ga denk ik niet het recept helemaal tot op de letter volgen, want het zijn net allemaal cups, dus het is een Engelse maat. Wij werken veel met grammen, maar als we het een beetje omrekenen, het is een grote maaltijd voor een gezin, dus ik denk dat het niet zo heel nauw komt. Oké, Casper belde net. Volgens mij gaat hij zich ook niet helemaal aan het recept houden. Ik ga in ieder geval de ingrediënten gebruiken, maar qua hoeveelheden, sorry hoor jongens, ik kwak gewoon alles in die pan. Ja, je moet wat olie gebruiken. Meestal doe ik het niet, ik doe het nou een heel klein beetje, want... Ik denk dat anders de kruiden en zo dat toch een beetje aan gaat branden. Maar wat ik dan wel doe is als de olie wat warm is met een papiertje er doorheen. En dan haal ik het meeste weg en zit de hele pan toch onder de olie. Oké, de zilverdeschijf en de sorghum gaat erin. Nou, ik denk dat het ongeveer een half zakje is. Meer dan genoeg voor mij, maar ik maak altijd vaak wat extra. Ze hebben het over 1 cup uien. Maar 1 cup is best wel groot en volgens mij hebben ze daar in Amerika best grote uien, dus ik hou daar 1 uien. Oh ja, ik ben trouwens wel echt zo iemand die dan tussendoor allemaal dingen opruimt en poetst zodat ik een mooie werkbank heb. En doen jullie dat ook? Kook je ook een soort van georganiseerd of is het allemaal maar een hebben en houden en heb je aan het einde van de rit overal spullen staan? Nou, dat ga ik in ieder geval voorkomen. De uien gaan erin. En bij de uien moet nou ook de currypoeder. Nou heb ik geen echte currypoeder, maar wel currypasta. Daar kook ik zelf eigenlijk altijd mee. 2 lepels. Nou hierbij komt dan de paprikapoeder. Ongeveer 1 theelepel. Ik ga wel een heel klein beetje water erin doen, want het is vrij dik en ik wil die ui wat meer zacht hebben. Oké, de ui is bijna klaar. Dan komen er 2 teentjes knoflook in. En dat doen wij natuurlijk met onze knoflookpers. Ik ben benieuwd hoe Jetske het tot nu toe doet.
Ah, dit is natuurlijk nog niet heel erg spannend. Oké, ui en knoflook, check. Nu als een malle die bloemkool gaan snijden. Want die moet natuurlijk even koken. Een beetje plakkerig, de ui is dan een beetje gaar. En de rijst is hier aan het koken. En zo gaan we de boerenkool erin doen en de rest van de ingrediënten. De bloemkool die mag nu. Maar die heb ik natuurlijk nog niet gesneden. Oh jee, het is al 17:15, er is al een kwartier om. Ik moet echt gaan opschieten denk ik. Oké, even de turbo aan mensen. Mon de Dieu. Het wordt gelijk een stuk chaotisch en een rotzooiachtiger bij mij. Zo. Nou, ik hou het al ongeveer even bij. Het moet een 6 cup zijn. Een cup is 250 milliliter. Nou, ik weet niet of dat dit is, maar... We gaan dit even sauteren. Oké, ook de bloemkool zit in de pan. Ik ga er nu nog de boerenkool bij doen. Dan de kokosmelk en de tomaten. En dan laat ik denk ik gewoon uren pruttelen. Of niet uren, want we hebben niet zo lang de tijd. We gaan 2 kannen van deze tomaatjes in. En een kan kokosmelk gaat erin. Oké, ik hou een heel klein beetje erin, want ik weet niet hoe nat het is. En ik kan er altijd nog wat bij gooien. Een blikje van 400 milliliter. Alright. Oké, de rijst is bijna klaar nu. Dat dus. Trouwens, gewoon diepvries boerenkool. Maar ja, tegen Casper zeg ik natuurlijk dat het vers was. Oké, ik weet niet waarom ik zo aan het stressen was. Maar alles zit in de pan, behalve de kikkererwten. En volgens mij is het nu gewoon een kwestie van de deksel erop en lekker 20 minuten laten pruttelen. Dit is zo makkelijk. Ik heb nu al gewonnen, jongens. Ik heb nu al gewonnen. Oké, dus terwijl dit is aan het pruttelen, zal ik even vertellen wat voor voedingsstoffen erin zitten die handig zijn voor nu tijdens, juist tijdens deze tijd. We willen vooral de vitamines A, D, K, zink en selenium hebben. En dat zijn eigenlijk de staples waar ons immuunsysteem het beste op gedijt. De vitamine C dat zit in de bloemkool, dat zit in de boerenkool. En vitamine K zit dan weer in de bloemkool. De vitamine A zit dan in de koriander en in de bloemkool. En vitamine A is, zeg maar, is eigenlijk de beta-carotene. En is heel belangrijk voor je slijmvliezen. Dus ja, alles wat je inademt wordt opgevangen door je slijmvliezen. Of met betrekking tot hoesten en speeksels, juist nu met het COVID-virus zeg maar, van toepassing, is belangrijk om sterk te hebben. Daarnaast hebben we selenium en zink. Nou, er zit veel selenium in het graan. En dan hebben we de kikkererwten, waar extra veel zink in zit, en natuurlijk de eiwitten. Nou, is de kokosmelk natuurlijk vrij vet. Dat is ook verzadigd vet, dat is dus niet per se goed, daar moet je, moet je redelijk voorzichtig mee zijn. Maar het is dus een rijke maaltijd, calorierijk, lekker voedzaam wanneer je goed aan moet sterken. En vitamine A is ook een vetoplosbare vitamine. Dus in die zin transporteert de kokosmelk de vitamine beter zeg maar, in je lijf in dit geval. En dan hebben we eigenlijk alle stoffen en vitamines gedekt in deze maaltijd. Als bonus doen we dadelijk nog een beetje extra kurkuma bij met peper. Dat zit al in de currypasta, maar dat doe ik nog een beetje extra bij. En kurkuma is een hele sterke antioxidant, wat ervoor zorgt dat er geen oxidatie optreedt in je lijf. Alright, en in de tussentijd wil ik jullie vragen, als jullie het leuk vinden, om de video te liken. En om ook te subscriben. Ik ben echt naar stuk op zoek naar nieuwe plant-based balancers, mensen die dit leuk vinden. Het gaat niet alleen over voeding, maar het gaat ook echt over een leven in balans. En maak dat we samen groeien, dat we een mooie community krijgen. Ik ga veel meer content plaatsen, ook over mentale gezondheid. Dus please subscribe, like, ook belangrijk. Check ook mijn Instagram, plant-based balance, waar je allerlei stories en leuke recepten van mij tegen kan komen. En oké, dat was hem. Nu gaan we het receptje afmaken, want we hebben nog 5 minuten. Ik ben benieuwd hoe Jetske het doet, zeg. Ja, het is spannend. Goed. De boerenkool gaat erin. Dat is ingevroren boerenkool. Dat is eigenlijk een beetje jammer, maar dat was niks anders in de supermarkt nu. Dus daar doen we het maar mee. Oh, jongens.
Peper. Peper verhoogt de opname van kurkuma in je lijf met soms wel met 1000%. Dat peper ervoor zorgt dat kurkuma langer in je systeem blijft zitten. Ik ga een bordje pakken. Oeh, nog 2 minuten. Oh. Nou, ik had even stress, maar ik vind het echt helemaal prima deze wedstrijd. Kijk eens even hoe lekker dat pruttelt trouwens. Kijk eens even. Kunnen jullie dit zien? Geen idee, maar de geur die er vanaf komt is fantastisch. 1 minuut of 2 minuten? Oh jongens, het ziet er wel echt super lekker uit. Wow, check dat. Oké jongens, daar gaan we. Ik verwacht dat Casper elk moment gaat bellen. Ik ben er klaar voor. En ik heb echt onwijze trek hierin. Oké, show us. Tada! Oh wauw, dat ziet er goed uit. Alright, we zitten Jetske. Ja? Ja, we kunnen gaan proeven. Nou, cheers. Smakelijk. Lekker. Nee, maar ik vond het echt een super makkelijk gerecht. Dit is een lekker gerecht met allemaal goede dingen erin. Ja, je hebt ook niet echt precies de cups gevolgd, zeker. Nee. Ook een beetje natte vingerwerk. Dan gaan wij denk ik allebei lekker genieten van het ontzettend ontspannen gemaakte gerecht. Huh? Ja, bij mij was het helemaal zin hoor, ik weet niet. Bij mij ook hoor. Nee, bij mij ook. Was echt geen druppeltje zweet, geen perfect. Oei, en de noedels? Doen we dat wellicht nog een keertje opnieuw? Zeker, zeker. Ben je dan? Maar wel een iets ingewikkelder recept. Een ingewikkelder recept. Ja hoor, is goed, doen wij. Nou, in ieder geval mensen die mij wel kennen, mensen die Jetske nog niet kennen. Echt superleuke, innovatieve ideeën. Doei doei! Alright, dus ja, leuk dat jullie dit met mij hebben meegekeken. Ik ben van plan om dit in de toekomst wat vaker te gaan doen. Heb jij nou een idee van, hey, ik wil dat eigenlijk ook wel doen? Nou, laat het me weten. Dan kom jij misschien ook in de vlog. Ik vond het superleuk om het samen met Jetske te doen. Druk op die like-knop, ben ik erg blij mee. Abonneer ook, vertel verder. Er komt echt leuke, nieuwe, goede content aan van mij. Kijk ook naar mijn Instagram. En ja, verder zou ik zeggen, smakelijk eten. Als je deze maakt, tag mij dan ook met @plantbasedbalance. Ben ik benieuwd hoe je het hebt gevonden. En tot die tijd, streef naar balans. Plant-based. Ik zie jullie weer de volgende keer. Hai, smakelijk!